Ik ben handtekeningen aan het verzamelen om iets op de raadsagenda te krijgen. Het gaat hier om iets essentieels. Er is op het industrieterrein is een bodemvervuiling zijn bodemvervuilingen aangetroffen. En dat is allemaal opgeruimd. Die kosten daarvoor zijn bekend. Maar wij mogen dat niet weten. Als ze erom vragen, dan zeggen ze nee, dat doen we niet. Dat is een nadeel voor de gemeente Raalte, als wij dat zouden weten. En dit is natuurlijk te gek voor woorden. Wel mogen betalen en niet weten wat het gekost heeft. En dat wordt met allerlei redenen, ondeugdelijke redenen, wordt dat gerechtvaardigd. Nou, als je dat dan toch op de agenda wilt hebben, dan moet je zien dat je 100 handtekeningen verzamelt. En daar ben ik nu mee bezig. Ik vrees alleen dat ze alles weer zullen doen om te proberen dat toch te verhinderen dat het besproken moet worden. Maar dat zien we dan wel.